Wat een mooie alpine pet op. Nou hè? Ja, dat is mooi. Heel goed. Ja, heel goed. Ja. Zijn je druk? Ja, dat is zelf druk. Ik kom niet toe aan mijn consumptie, die heb ik hieronder op groot gezet natuurlijk. Want ik denk, ik ken hem niet maken als burgemeester met een flat bier. Ja, die kennen mij niet terug natuurlijk. Ik ben uitgetruppeld aan Hoofdstraat. Ja, nou het. Ik ben de laatste. Ik stond officieel stond Riek van Boksel ook als kantwerkster hier in Hoofdstraat ingeschreven. Ja. Dat, die had echt dat beroep. Ja, ja, die nu die poppen maakt dan. Nee. Nee, die zit in Waspik, hè? Oh, daar bent u. Ja, nee, daar ben ik niet. Ik ben niet van Boksel, maar die mevrouw van Boksel zit in Waspik met poppenmaker. Nou, dat bedoel ik, die poepen. Ja, dat is geen familie van mij, hè? Nee, maar daarom. Oh, maar u heet ook zo. Nee, ik leg niet die link. Nee, maar ik leg niet die link trouwens. Niet naar nou iets. Ik leg het allemaal een beetje. Ik snap het. Ik leg toch link. Ja, dat wil ik wel zeggen natuurlijk. Ja, als kantwerkster. Ik snap het. Ik heb wel een van Boksel, maar dat is een poppenmaker. Ja, die zit in Waspik. Maar die gooide ik door elkaar. Want dan ben ik eens ooit geweest op volgende. Want ik zat net te kijken. Wat is die daar? Kijken. Wat bleek nou? Ja, kom maar halen. Alles wat hier staat moet weg. En waarom? Stomme. En jullie hebben euro's gekregen, dat is wij. In die hangar, want dan zit een vliegveld achter. Ja. Is terug geweest? Nou, het valt mee hoor. Ja? Ja. Ja, er zijn een hoop mensen langs gelopen natuurlijk. Ja, ja. En een hoop, ja, hij heeft toch wel wat verteld hoor. Er wordt nog wel wat ijs aangesteld aan zo'n hond, aan zo'n kar. Karhonden heet het officieel, hè? Ja. Ja, het was nog bijna een lege krabfestjes, ja. Er komt een hond in die andere man. Hoe is de bierbrouwer? Nou, kom even kijken. Dit is een quadruppel. Quadruppel? Nee, een quadruppel. En dat is een donker bier, een procentje of 9. Ja. En oké. 9%? 9%. En dat staat nu te werken, zeg maar. Ja, zo. Hoe lang duurt dat? Nou, over 5 minuutjes gaan we het temperatuurtje omhoog brengen naar 78 graden. En daarna gaan we filteren. Dus dan gaan we vanuit de maïsketel in de kookketel filteren. Dan gaan we koken. Zo. Ja. Maar je hebt best wel veel van je. Mooi. En over 3 maanden kun je hem proeven. 3 maanden? Ja. Ja, maar dan kan je nog niet drinken hoor. Nee? Dat is voor 3 maanden te pas, hè? Het kan wel als je de blaren op de koop toe neemt. Ja, ja. De blaren niet op je oren, maar op je tong, hè? Zo. Het is wel 80 graden. Ja, sta op. Maar dit is het eerste kannetje uit de maïsketel. Ja. Het is dan redelijk troebel. Nou, wat is nou gemakkelijk om dat gewoon terug te gooien? Je krijgt een tweede kans.
Gelder al, ja, hè? Ja. 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 Mooi, hoor. Potje roer, potje roer. Heb je veel bekijks? Ja, zeker. Ja, hartstikke veel. Hartstikke goed, hè? Ja. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, het blijft vloeibaar, maar moet wel brengen het proces al een beetje in opgang, dat het gaat kristalliseren. Oh, ja. En dan ga je in vormen gieten. Ja, dan giet ik het eerst hier in de trechter. En dan weet je maar net hoe goed het is. Dat voel ik. Oh, dat voel je. Voel op de bodem voel je wat, wat suikerkristallen, zeg maar. Dan begint het een beetje te schuren en dan weet ik dat. En dat wordt natuurlijk wel dikker. Ja, ja. En dan gaat het. En de worm. Ja, oh, dat is helemaal vol. Ja, nog wel. Dan moet je een klein beetje afkoelen, want doordat die mallen dus al koud zijn, ja, koelt het aan de buitenkant heel snel af. En dan ontstaat er dus een klein randje. Uitkomen. Hm? Ja, dat is toch wel ver klaar, hoor. Ja, ja, ik kom toe. Zo. Dan moeten we dus eventjes wachten totdat dus het randje ontstaat. Deze niet. Deze blijven massief. En dit mannetje ook. Nou, even kijken waar we mee gaan beginnen. Ja. En blijft de rand zitten. En dan blijft er een randje zitten. Ja. Kijk, hier kun je het goed zien. Ja, heel mooi. Een randje over. Ja. En, zo wegzetten, dan loopt het vocht er langs weg. Zo werkt niet alles. Nee, want dan zou het toch wel een beetje een te massief snoepje worden, hè? Dat doe je maar één keer. Hoe bedoelt u? Maar één keer een rand. Ja. Ja. Dat moet dan, als het goed is, precies... Nou, de chocolade doen ze wel meerdere keren, hè? Ja. Ja, om hem dan dicht te krijgen, inderdaad. Ja. Zo. Lang moet het nou zo blijven zitten? Ja, het moet een beetje afkoelen. Als het afkoelt, dan wordt het weer wat sterker. Dan wordt het wat steviger. Dus als je het sneller uithalen, dan heb je kans dat het breekt. Als het warm is, dan is het heel bros. Ja. Het is wel zo dat hij steeds een klein beetje donkerder wordt. Ja, dan kun je hier ook wel het verschil zien. Ja. De eerste keer is het mooi wit en de tweede keer wordt het donker. Dus dan gaat er wat kleur bij. En voilà. Ja. Je ziet, het is toch heel erg nat. Ja. Voorzichtig eruit halen. Ja. Kan het drogen. Zet er aan. En dan komt die mooie afdruk. Ik ga weer doormalen. Alles goed? Ja, kijk even. Maar de kerk. Dat is toch niet zo? Ja. 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 Ja.
Er zijn wel mensen op de boerderijen wonen, die hebben daar woonkeren, want die hebben heel weinig sociaal contact. Dus die wonen nog wel willen om te doen dat ze meer sociaal contact hebben. Uit de boerderijen, dat is met elkaar hebben. Met deze met tweeën kloppen. Dit is ook waarvoor die snel gaan. Een blaadje gemaakt bijvoorbeeld, dat je gewoon in 5, 6 minuten kunt maken. Anders worden het mensen die zijn wel bijzonder geïnteresseerd. Vooral dat valt hier ook op in dit museum. Ja. Maar uiteindelijk als je dan toch dingen gaat maken die meer tijd vragen, dan is het. Als de kinderen erbij zijn, is het wat lastig. Omdat ze zeggen, ja, we gaan even door, we gaan een ander moment en we gaan weer even, we lopen even verder. Ja. Dus daarom moet je wat kleine dingetjes maken. En dat hebben we dus wel gedaan. Een knoopje in een stuk ijzer gelegd, een blaadje gemaakt, een oogje gemaakt aan een staaf en dat soort dingen. Eigenlijk gewoon dingetjes die langer dan 10 minuten duren. En dan is de spanningsboog prima en dan blijft iedereen gewoon lekker kijken. En dat blijf maakt het ook uit. Je kunt wel heel ingewikkelde werkstukken gaan maken, maar ja, dat moet je niet doen. Dat is de ervaring, we doen niet zo vaak, maar het is allemaal de ervaring eigenlijk waarvan je denkt van nou, dat moeten we eigenlijk op deze manier niet doen. Ja, ik geniet er iedere dag niet. Ja, ik geniet er echt iedere dag niet van. Er wordt al wat, hè? Ja. We hebben er nog een Ja, en dat blijft ook, kijk, uiteindelijk gebruiken wij technieken en dergelijke die ze 3000 jaar geleden ook maakten. We hebben dit popje bijvoorbeeld gemaakt uit een staaf vierkant ijzer. Prachtig. Ja, dat is oorspronkelijk, komt dat hieruit. Het is gewoon een kunstwerk. Het is gewoon een kunstwerk. Dat komt hieruit. Dat heeft hier aangezet. Dat is gewoon dit soort materiaal. Maak je dus. Als het qua kubieke millimeters erin zit, dan kun je eigenlijk alles maken. Het is gewoon kleien met warm ijzer en meer is. En dat doe je niet met je duimen, maar doe je dus met de hamer en de hand. Dat maak je ervan. Ja, gezellig. Mooi. Ik maak hier inderdaad samen met Erik Hoekhammers voor gelegenheden of whatever, ook wel kunstwerken van inderdaad. Een samenstelling ervan. En soms is dat een familie die zich op deze wijze wil laten verheerlijken. Ik heb met een groep gespeeld uit het land. Heb ik voor het Nederlands Oostenrijkmuseum gedaan. Hebben we een kunstwerk gemaakt. Het staat al voor de deur. Prominent voor de deur. Dat is niet normaal. Het staat 900 niet op de mensen voor. Het zijn eigenlijk tijdslijns. Het zijn 9 geboden door een stuk staal. Breed uitstaan. Dan kan je breed uitstaan. Dan een punt toe lopen. Redelijk, hè? Dus 900 meter. Eigenlijk de generaties. En dan een nieuwe bril gekocht. Die baard hebben ze al afgetrokken, toch? Voorzichtig aan Denise. Maar heb ik nog corruptiebonnen? Ja. Dan gaan we nog een biertje pakken, kom op. En ga je toch ook nog? Ja. Want ik heb... We zijn ook nog niet naar huis. Ik heb een consumptie van Toon. Dat krijg alleen een burgemeester. Ja, dat heb ik niet van elkaar gekregen. Ja, maar ik wel. Waarom krijg ik nou geen consumptie? Ja, dat moet verschil zijn. Ik moet verschil zijn. Ja. Dat staat het. Het staat heel hartstikke goed. Ja. Ja, goed weer voor een ijsje. Mooie prijs. Ja. Dus, echt goed. Echt goed. Ja. Mooi. Kip meegenomen.